De Amsterdamstraat is een hele leuke straat, maar er is een heel groot verschil tussen de Amsterdamstraatweg overdag en 's nachts. 's Nachts neemt hier de horeca en de zogenaamde dienstverlening de zaak over. En dat trekt een specifiek soort publiek aan die van heide en ver hier naartoe komt met auto's, schreeuwen, autopartieren slaan, rotzooi achterlaten, kotsen in de straten, plassen tegen de gevels, ruzie zoeken, vechtpartijen enzovoort. Een hele grimmige situatie. Als het zo doorgaat, dan is de buurt bang dat de Amsterdamse straatweg 's nachts door de onderwereld wordt overgenomen. En dat is niet waar we op zitten te wachten. Dit soort verhalen zijn niet uniek voor de straatweg. Ook in de Breedstraatbuurt, aan de Damstraat en andere plekken in Utrecht vindt criminele overlast plaats. Een kwart van de Utrechters voelt zich onveilig. In zijn eigen buurt, in zijn eigen straat. En een groot deel daarvan voelt zich regelmatig onveilig. Het aantal shawarma-tenten, horecazaken, massagesalons en belwinkels trekt een voortdurend toeloop van publiek aan. En je komt in een vicieuze cirkel. Onfatsoenlijk gedrag leidt tot rommel, leidt tot overlast en zorgt er uiteindelijk voor dat het mensen aantrekt met verkeerde bedoelingen. Het CDA vindt het niet acceptabel. Vorig jaar is op initiatief van het CDA een kwart miljoen vrijgemaakt voor meer toezicht, meer controle en meer handhaving in de Breedstraatbuurt. Dat helpt, maar het vergt een lange adem. De gemeente moet ook op de straatweg en op andere plekken in Utrecht de overlast gaan bestrijden. Het CDA vindt dat je in je eigen buurt veilig moet kunnen wonen.